Goedemiddag allemaal, Freek Boersma, Geo BIM Experts. Ik zal mezelf introduceren samen met John Joosten. En overigens ook met Hans Lammerts en Corné Helmans hebben wij dit project gedaan, versnellingsproject 3D Geo BIM. En Hans en ik doen de presentatie vanmiddag. Met John Joosten heb ik 3 jaar geleden Geo BIM Experts opgericht. En we hebben een aantal verschillende Geo plus BIM projecten gedaan, onder andere ook zeg maar in de vorm van digital twins. Zal ik gelukkig een paar onderwerpen van terugkomen in de overzicht van de activiteiten. Hans, doe jij zo meteen bij jouw slide je introductie? Ja, dat is prima. Ja, oké. En dan wilde ik graag jou nog op één punt even aanvullen nu, Freek, of eigenlijk iets dat ik zelf vergeten ben te zeggen. Ja. Als mensen vragen, opmerkingen hebben bij de presentatie, vriendelijk verzoek om die in de chat te noteren. En we hebben na afloop van de presentatie dan tijd om die vragen te beantwoorden. Ja. Dus verzoek om de spreker nu niet te interrumperen. Dat heb ik dan, dat voorrecht heb ik dan nu wel gehad, maar ik hou me in mijn mond. En we hebben straks nog 10 minuutjes om op vragen in te gaan. Ja, oké. Okay. Goed, wij doen in deze presentatie een verslag van wat wij hebben gedaan met ons versnellingsproject. We hebben enorm veel gegevens ook verzameld. En ook participatie van deelnemers. Dus dat heeft heel veel materiaal opgeleverd. En dat kan ik niet allemaal aan jullie presenteren. Ik heb begrepen dat DigiGo ook naar de hand deze presentatie in PDF-vorm wil distribueren. Dat is heel fijn, want daar zitten dan alle links in. Dus heel veel van mijn plaatjes die openen een site. In dit geval dan iets meer beschrijving van het versnellingsproject. Dus daar hoef ik dan nu niet in al die details op in te gaan. Ik zal het af en toe even aangeven waar je naar ook kan refereren als je wat meer informatie wilt zoeken. Ons project ging over open 3D geodata. Dus dat betekent dat we daar een aantal verschillende leveranciers voor hebben gekozen, maar het is vrij helder dat dat om die open data gaat deze keer. En daar doen we dan ook vooral verslag van. En in het hele proces van het versnellingsproject hebben we gemerkt dat ondanks dat we nu vandaag ook een aantal civiele belangstellenden hebben, wat zeer fijn is, maar dat het probleem van 3D Geo in een BIM-proces vooral ligt bij de mensen die werken met gebouwen. Gebouwen in een omgeving weliswaar, wellicht een project, maar niet zozeer bij de mensen die wegontwerp, bruggen, wegen en dat soort dingen doen. Omdat die gebruikelijk veel meer en ook hun tools affiniteit hebben met het gebruik van geodata. En dus bij de gebouwontwerper een stuk minder, hè, waar je je eigen coördinatiesysteem hebt. Maar dit plaatje wat we hebben kunnen zien tijdens een presentatie van Ruimteschepper bij het BIM-loket. Daar kun je heel veel informatie vinden over hoe je vanaf de omgeving naar het gebouw gaat. En van het gebouw ook uiteindelijk verder nog weer gedetailleerd in de verschillende ruimtes. Maar het gebruik van de omgeving is voor heel veel mensen toch wel lastig. En daar hebben we ons dan op gericht. Kunnen we ervoor zorgen dat de data die beschikbaar is, dat die wat beter gebruikbaar wordt in de BIM-omgeving? En ja, hoe is datgene wat we hebben gevonden ook het beste te delen? En dus dat delen doen we nu. En dat de delen doen we ook met allerlei documenten. Zoals ik al zei, 3D geodata binnen het BIM-ontwerpproces is waar we hebben gefocust en waar we ook zeg maar, alle kennis hebben gepresenteerd in ja, zeg maar, leuke vorm, een heldere, duidelijke vorm met ook details erbij. En we hebben 3 sessies gehad bij de verschillende leveranciers van die open data en van in ieder geval kadaster en TU weet ik dat er nu mensen in de presentatie zitten. Dat is heel fijn, waterschapshuis vermoed ik eigenlijk ook wel. Ieder van die 3 datasets hebben zo hun eigen kenmerken. En dus dat hebben we allemaal beschikbaar gemaakt in dit soort overzichtjes, die je ook kan downloaden. Goed, we gaan. Behalve dat we nu wat van die dia's laten zien, gaan we ook kijken naar een stukje levend werk van hoe je met al die data werkt.
En dat is iets wat Hans Lammerts ons laat zien. Mijn naam is Hans Lammerts. Ik ben ontwerper, civiel achtergrond. En ik ja, ben wel handig geworden in het maken van modelletjes voor de omgeving. En ja, ik ben ervan overtuigd dat Geo en BIM steeds meer naar elkaar toe groeien. En in dit kader hebben wij een omgeving even ingericht waarin, waar een bepaalde locatie voor een energievoorziening puur de omgeving zich probeert. Nou, ik probeer even 5 minuutjes. We beginnen met een gebied te definiëren. Waar area of interest noem ik dat. Gewoon plan je gebied. Doe dat met afgeronde coördinaten. En daar kun je dus je verschillende data resources bij zoeken. We hebben de percelen van kadaster. De basiskaart, grootschalige typografie. En de klikmelding kunnen we erin zetten als 2D-basiskaart. Maar goed, het project gaat natuurlijk niet om die 2D-datasets, want de meesten kennen die wel en die kunnen er wel mee overweg. Maar hoe gaan we nou die 3D-data erin zetten? Nou, dan begin ik hier weer met een empty, met dat gebiedje. De AN-data, die heb ik hierin gevisualiseerd. En ja. In basis is AHN, dat ze ook in de sheets kunnen terugzien, is dat gewoon scandata. En ja, die is gefilterd. Ja, die wordt, zullen we zeggen, behandeld. En daar komt daar een grid uit. En daar kun je contourlijnen van maken. En je kunt die ook manipuleren dat er kleurtjes uitkomen. Je kunt hem ook manipuleren dat er luchtfoto's op gedrapeerd is. Je kunt er allerlei best wel coole dingen mee. En nou, dat geeft jou inzicht in het maaiveldverloop. Dus ik zet de scandata uit en je kunt hier de verschillende contourlijnen zien. De grote zwarte lijnen zijn een meter en de andere is een interval van. Er zijn verschillende softwarepakketten die dat kunnen. En nou, dat geeft dit beeld op. Dan heb je in ieder geval de eerste, de AHN heb je te pakken. Vervolgens. Ga ik de dataset 3D basisvoorziening even laten zien. Dat is een apart andere inmeting. Wat ik heb geleerd uit rond de gesprekken is dat die met eigen vliegtuigen vanuit kadaster wordt ingewonnen. En die doen daar een eigen triangulatie op. Dat is dus niet scandata, maar dat is een getrianguleerd model. En nou heb ik hier heb ik de gebouwen heb ik eruit gefilterd. Op basis van kleur. Dus zoals je ziet, hou ik alleen de topo over. Dat is dan je topo met je wegen. Geeft een heel mooi beeld van hoe locatie erbij is. Dit is dan provincie Groningen, plat als een dubbeltje. Vind ik zelf wat minder aansprekend. Daarom heb ik voor die kenniskaart heb ik het Valkhof in Nijmegen gebruikt. Het is gewoon een veel mooiere omgeving. Dat is dus die 3D-basisvoorziening. Dan ga ik vervolgens naar de volgende dataset. Dat is dus 3D-BAG. En ja, dan kan ik eigenlijk die 3D-basisvoorziening, die zet ik even uit. Die zet ik nu uit. En zoals de meesten misschien weten, heeft 3D-BAG gewoon meer detail. Daar zitten slimme mensen van TU. En tegenwoordig het spin-off bedrijf van. Vanuit de TU, die zijn daar heel handig in om die reconstructies van de gebouwen voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk een heel gaaf gegeven. Dat je je gebouwen, je contouren zo best wel detailistisch in 3D kunt krijgen. Dan heb ik hier nog een sheet. Wil er iemand iets zeggen? Nou, ik ga gewoon even door. Hier zie je dus het verschil tussen die reconstructie van het basisvoorziening, dus dit vierkantje, versus de, ja, dat moet ik me even pakken, deze, dit is dus de reconstructie van 3D-BAG. Nou, zoals je ziet, kan daar nog wel eens even verschil in zitten. En dat heeft verschillende redenen, maar overduidelijk is dat die 3D-basisvoorziening, ja, gewoon wat minder nauwkeurig is. Je heeft een andere lotniveau. Dus in de praktijk wil je 3D-basisvoorziening wil je vervangen, de gebouwen door BAG.
Nou, vervolgens laat ik geotiles zien. Dat is de echte ruwe scandata van AAN. Die is dus voor heel Nederland beschikbaar. En die is geclassificeerd. Daar kun je de gebouwen kun je uitzetten. En het bijzondere is aan AAN dat je ook voor hoogspanningsvraagstukken, ook de wires, die zijn in 3D, zijn die geclassificeerd. Nou, dat is dus een heel mooi modelleergegeven, want dan, je kunt ze natuurlijk ook filteren. En dan kun je bijvoorbeeld je veiligheidszone gaan, waarschijnlijk zul je ze moeten natrekken, maar je kunt die eruit filteren. En op die manier kun je met die geotask en die klassificatie kun je ook natuurlijk fraaie dingen, fraaie visuals krijgen. Dus dan zet ik bijvoorbeeld de 3D-BAG hier nu aan. Dus dan heb ik de gebouwreconstructie met actuele omgevingsdata. En nou, daar krijg je dus best wel een mooi beeld van de locatie. Dus dat wil ik laten zien. En als laatste, hoe past beeldmateriaal nou in het verhaal? Daar heb ik deze voor gezet. Dan zet ik de scan voor geotiles zet ik uit. En daar heb ik nu de BGT. En zoals je ziet heb ik hier de luchtfoto's. Dit zijn beeldmateriaal luchtfoto's. Maar die heb ik in dit geval als scan. En dat is eigenlijk een leuk modelleertrucje om van iedere pixel in je luchtfoto een puntje te maken als raster. En ja, dat is wel, eigenlijk vind ik wel heel gaaf. Want dan kun je dus gewoon, als je inzoomt, zie je de BGT. En dan zie je je klik, zie je bijvoorbeeld. En waar zit bijvoorbeeld die hoogspanning? De hoogspanningslijn die zat. Nou, hier zie je de platgeslagen hoogspanningsmast. En je ziet de klik eronder in een luchtfoto. Nou ja, en dan kun je dus. Dat geeft mogelijkheden om bepaalde visuals, raakvlakken op te sporen. Dat is eigenlijk wat ik wou laten zien. Dus Freek, dan geef ik hem weer over aan jou. Oké, Hans, dankjewel. Dat was indrukwekkend. En dus nogmaals, dit is allemaal open data. Hè? Dus allemaal, ik denk allemaal via PDOK beschikbaar. Meestal in de vorm van services of in de vorm van een download. Oké. Goed, wat hebben wij dan met ons project gedaan? Nog even de achtergrond, ik noemde het al eventjes. We hebben drie bezoeken afgelegd aan Kadaster, aan TU Delft en het Waterschapshuis. En daar zijn we zeer hartelijk ontvangen met veel services eromheen, drankjes, lunches. En dat was op zich al een leuke ervaring. En daar hebben we mensen uitgenodigd die ook, zeg maar, uit de hele groep die aanwezig was, 3 tot 4 presentaties deden over hun eigen use case. Dat was heel nuttig, omdat je daar meer gevoel voor kreeg waar de werkelijke problemen lagen. Die presentaties die hebben wij ter beschikking gesteld, dus ook deze, dit zeg maar, schermpje is weer een link naar de verschillende presentaties. Kunnen jullie allemaal downloaden met behulp van doorklikken. Dus ik denk niet dat ik daar op dit moment al te veel op in hoef te gaan. We hebben bovendien kenniskaarten samengesteld. Eén zagen jullie al, dat was die visualisatie van de verschillende datasets, maar dan ook alles wat er dan over die datasets te weten is. Of als we daar nog meer informatie over zouden willen delen, dan hebben we vaak de link naar de bronhouder mee opgenomen, waardoor je daaraan kan geraken. De toekomstvisie kom ik straks in het verhaal nog eventjes op terug aan het eind. Uit die ronde tafels moet ik zeggen, daar hebben wij voornamelijk deelnemers gehad van mensen die met of rondom het thema gebouwen hebben gewerkt en ook hun presentatie deden. En ook de hele discussie ging eigenlijk vooral daarover. In de drie sessies hebben we heel weinig civiele deelname gehad. Ja, mijn persoonlijke conclusie was dat dat te maken heeft met het feit dat Autodesk Civil 3D of Bentley OpenRoads al, zeg maar, uit zichzelf heel goed met coördinaten kunnen werken.
Alles wat je doet is in feite ook op coördinaten gebaseerd. Maar dat het vooral aan de gebouwenontwerpkant, dat het probleem veel groter is. Omdat nou ja, zeg maar het meest gebruikte gebouwontwerpprogramma daar wat meer moeite mee heeft. Dus daar hebben we ons op een gegeven moment ook op geconcentreerd. Van ja, waar kunnen we daar iets aan doen? En welke problemen spelen daar dan een rol? Dus allereerst is dat natuurlijk gewoon voor de gebouwontwerper. Ik heb een gebouw ontworpen en op welke manier moet dat dan het GIS in? Als je dat zou willen op die manier. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. En je komt met een GIS-systeem en je wilt het in je gebouwontwerp gaan binnenbrengen. En dan heb je te maken met een enorme uitdaging en een verschillende invalshoeken. Als het gaat om het kiezen van bepaalde definities voor je nulpunt voor coördinatensysteem. En daar zeg maar, zijn eigenlijk te veel mogelijkheden voor. En daarom ben ik eigenlijk ook blij dat ik net Martijn de Riet zag zitten in de deelnemers. Omdat een van de dingen die we daar hebben geconstateerd is dat het goed zou zijn als we met de Revit gebruikersgroep een soort best practice zouden inrichten over hoe je binnen Revit met coördinaten omgaat. Het kan allemaal, maar er zijn te veel mogelijkheden. Dat is natuurlijk speciaal voor dat ene stuk software, maar het is wel, denk ik, het meest duidelijke knelpunt wat we hebben gezien. Het andere is eigenlijk terug, als je dus vanuit die open geodata naar je BIM-ontwerp wil, krijg je te maken met het feit dat die geodata is gecodeerd in een aantal verschillende vormen. CityJSON is de meest gebruikelijke. Wavefront is een andere. Daarin vind je coördinaten, dus dan heb je natuurlijk gewoon het coördinatenprobleem, zeg maar. Maar je hebt ook een semantisch probleem. Wat betekenen al die dingen? Nou, dat zijn uitdagingen en ook daarvoor zijn oplossingen gevonden die ik heel kort presenteer. Dus als je zou willen werken met die open geodata, dan heb je verschillende mogelijkheden. Je hebt commerciële oplossingen. FME van Safe Software is een heel bekende. En als je een ArcGIS gebruiker bent, dan kun je vanuit ArcGIS naar AutoCAD. Niet één op één, denk ik, naar Revit. Maar in ieder geval die verbinding tussen de twee werelden, GIS en BIM, die is in ieder geval dat is een aandachtspunt voor SE om daaraan te werken. Maar daarnaast heb je ook mogelijkheden om met open source data te werken. En terwijl we bij de TU Delft waren, hebben we al gehoord, gezien hoe dat komt met de technologie van TU Delft. Er zijn een aantal onderzoekers, waarvan we in ieder geval vandaag één in het publiek zet, die plugins hebben gemaakt voor Revit. Oké, het dekt niet het hele werkveld af, maar het is in ieder geval een belangrijke. En er is een bedrijf wat ook open source levert, GIS to BIM, wat ook hun verschillende tools ter beschikking stelt voor verschillende omgevingen. Ik heb in de presentatie dan nog even paar QR-codes gezet, waardoor je direct naar die source codes en applicaties toe kan gaan, mocht je daar interesse in hebben. Ook hier zitten weer de links naar die verschillende repositories, dus daar ga je zeker aan komen. We hebben ook in onze verslaglegging deze tabel gezet, waarin we een aantal verschillende applicaties meer hebben genoemd. Welke applicatie kan met welk dataformaat werken? Gaan we natuurlijk niet helemaal op in. Dit overzicht is te downloaden voor degenen die daar belangstelling voor hebben. Dus wat hebben we opgeleverd en wat kunnen jullie downloaden? Dat is eigenlijk een verhaal wat gaat over, zeg maar, meer verhalende wijs over zeg maar, wat kan je met GeoBIM, wat nu op de website staat van DigiGo. De kenniskaarten, staan eigenlijk als een download. Dus klik je op dit plaatje, dan krijg je een Excel-overzicht. Want als je dat dan weer opent, zeg maar, verschillende tabs heeft waar je alle verschillende data weer kan terugvinden. Basisgegevens van de dataleveranciers, toelichtingen, knelpunten die we in onze ronde tafels hebben gevonden,
En dan dat schermpje wat ik net liet zien met die verschillende dataformaten. Dus dit is allemaal voor jullie vrij beschikbaar. Dit is het overzicht wat ik liet zien daarnet voor de demonstratie van Hans van de verschillende datasets. En we hebben ook een overzicht gegeven van de workflows die je zou kunnen gebruiken bij de verschillende datasets. En je ziet al dat er erg veel informatie beschikbaar is. En we hopen werkelijk vanuit het werk wat we gedaan hebben, dat het voor jullie van nut zal kunnen zijn. Goed, ja, eigenlijk nog een keer samengevat eigenlijk waar je dingen kunt vinden. Op de website van GeoBIMExpert staan al die presentaties die je kan downloaden stuk voor stuk. De informatie die je kan vinden op de website van DigiGo. En nog weer wat meer informatie en rechtstreekse links naar de presentaties die ik net genoemd heb. Ja, we hebben in ons hele project zijn we uitgegaan van open geodata. Er is ook commerciële 3D geodata. Die zijn beschikbaar van bijvoorbeeld Spotinfo of Cyclomedia, Future Insight en Geodan. En daarnaast kun je ook uiteraard zelf 3D textures laten vliegen door bedrijven zoals Kabelteam. Daar zijn nog een aantal meer van. Dus als je voor een bepaald project meer data nodig hebt, kun je bijvoorbeeld een mix maken van die open 3D geodata voor een eerste overzicht. En voor een project zou je dan na de hand nog even heel gedetailleerd, eventueel met drones, specifieke en actuele data kunnen toevoegen aan je project. Ja, dit zijn eigenlijk grote lijnen wat we als het versnellingsproject hebben opgeleverd. We hebben hier een paar aanbevelingen vanuit de TU Delft, die je trouwens ook weer klikbaar naar de presentatie kan leiden die Jantien Stoter heeft gegeven tijdens een ruimtescheppersessie bij DigiGo. En waar je dus ja, eigenlijk vanuit verschillende hoeken, zowel van de zeg maar, geomensen die de objecten van de ruimte beheren, behoefte hebben aan BIM-data en hoe komen we daaraan en hoe klassificeren we dat, hoe reduceren we dat. Als de andere kant op, hoe kan je die 3D-geodata dan makkelijker gebruiken in je BIM-proces? Het versnellingsproject wat we gedaan hebben. Daar wordt eigenlijk door meerdere mensen belang aan gehecht. Dat zien we steeds meer. En dan kom ik zo meteen nog op waar we daarmee zeg maar verder gaan. Een ander ding is de 3D-BAG. Er zitten voortdurend ontwikkelingen in. Als je daar het nieuwste van wil weten, kun je met dank aan Ravi naar Twitter gaan. Ook hier staat de link in, maar dat gaan we maar niet doen op deze PC. En tenslotte wil ik noemen dat er wordt gewerkt, en dat heeft te maken met dan de eervorige dia, aan een digideal vanuit Geonovum en het ministerie van BZK. Om te werken aan specifiek dit onderwerp, waarin we gaan kijken hoe BIM-informatie naar Geo kan en van Geo naar BIM. Dus het hele onderwerp van ons versnellingsproject, mogen we zeggen, heeft zeg maar een goede voedingsbodem gevonden. En we hopen dat we ook via standaarden zoals van IFC naar Geo en andersom ook een zeg maar grote stap voorwaarts kunnen maken. Zodoende dat het werk voor jullie veel, veel makkelijker wordt dan al dat uitgezoek en gepuzzel wat tot dusver nog nodig is. Dus ja, dit was onze presentatie. Bezoek de D-Day, was duidelijk, heeft Martijn gezegd. Doen we ook nog een presentatie. En bedankt voor jullie aandacht in deze presentatie. Dankjewel Freek, dankjewel Hans. Het ging in een hoog tempo, kwam het voorbij. Dat hebben we gezien. Ik ben benieuwd of dit vragen oproept. Ik zie ze nog niet in de chat, maar wellicht dat iemand zit te popelen. Wacht even, eentje van Hein Korstens. Hein, misschien dat je zelf je vraag even wil herhalen voor Freek en Hans. Ja, hebben jullie ook aandacht besteed aan definities en de verschillen daarin? Dus niet alleen aan formaten, maar ook aan semantiek. Dat is een goede vraag en begrijpelijk. Hebben we niet.
Dus we gaan eigenlijk uit. In onze versnellingsproject hebben we vooral gekeken naar geodata, naar BIM. Nou ja, als ik daarop aan mag vullen. Ik denk, ja, heel veel, we hebben heel veel gekeken naar geometrie. Hè? Hoe krijg je nou, want ja, er wordt heel veel gesproken over semantische data. Geometrie is soms nog wel eens een beetje een ondergeschoven kindje. Maar ja, zonder geometrie kunnen we de wereld natuurlijk ook niet duiden. Dus we hebben vooral naar de geometrie gekeken, hoe we die kunnen hergebruiken. Maar ja, mijn vraag was, als je uiteindelijk wil dingen integreren, geobestanden, BIM-bestanden, dan zul je ook afstemming moeten hebben van de definities, denk ik. Ja. En wij hebben daar in P3D wel een deelproject, hebben we daar aandacht aan besteed. Dus dat zou ik eventueel in de chat kunnen delen. Ja, prima, heel graag. Waarin we echt dus semantische analyse hebben uitgevoerd van hoe zijn begrippen gedefinieerd in IFC en in SIT-GML. Ja, nou ja, dat zal dus ook voornamelijk het onderwerp zijn van dat laatste wat ik presenteerde, van die DigiDeal samen met Geonovum en DigiGo. Dus dat denk ik inderdaad daar een belangrijk punt. Oké, Ja. nou, interessant project wordt dat dan. Ja. Oké, goede aanvulling. In twee talen wordt de vraag gesteld of er ook een Engelstalige versie is van deze informatie. Where can I find the PDF of the presentation? En is er een Engelstalige versie beschikbaar? Volgens mij Not hadden we daar nog yet. niet aan gedacht, hè? Nee. Nee, dat zal niet zo moeilijk zijn. Dus als we tijd hebben, kunnen we daar wel aan werken. Oké, nou beloof niet te snel. Laten we beginnen met de Nederlandse versie, in ieder geval snel beschikbaar te maken. Het is natuurlijk wel zo dat die content, die brondata, die is wel op Nederland gericht. Dus je kunt hem Engelstalig maken, maar je kunt natuurlijk in 3D-basisvoorziening en de semantische data, die kun je ook niet zomaar Engels maken, denk ik. Goeie opmerking. Hein, dankjewel voor het delen van jouw informatie via de chat. En ik zie hier een vraag van Anne, die even de internationale context erbij haalt. Anne, zou jij je opmerking willen toelichten? Ik hoor Anne nog niet. Is die nog aanwezig? Anders lees ik hem voor. Zijn jullie bekend met het Zweedse C-Topo? Zij Ja, maken hij was ook oplossingen. ingeschakeld. Maar dat een uit. Ja, hij was. Een mute werkt niet standaard. Dus. Ja, het is een Zweeds pakket dat ook een combinatie maakt tussen BIM en landschapsinformatie. Dus ik dacht. We hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Dus misschien is het interessant voor jullie om ook daarna te kijken. Ja, het Absoluut. probleem wat wij vooral hebben zijn tegengekomen is het feit dat de geodata in Nederland, in CityGML of CityJSON, wordt geleverd. En ja, dat was het onderwerp natuurlijk. We zijn een Nederlandse club. En om die binnen de ontwerpsoftware te kunnen gebruiken die in Nederland gebruikt wordt. Dus in die zin was. Ik ken trouwens het Zweedse project niet, of het voorbeeld. Dus voor een deel zou dat natuurlijk wel prima kunnen zijn, maar het hangt er wel vanaf of we over dezelfde zaken spreken, namelijk CityGML naar bij wijze van spreken Revit-bestanden. Ja, ik zou denken meer aan generieke BIM-bestanden dan alleen Revit-bestanden. Maar dat. Nou ja, als je bedoelt IFC, Ja, of ja. iets. Ja, dat is dan het onderwerp van zeg maar, dat onderzoek wat verder wordt gevoerd door Geonovum, BZK en DigiGo. Dus dat is zeker een heel goed aandachtspunt. Ja, ik merk dat onze klanten wel degelijk geïnteresseerd zijn in die geodata en wat toe te voegen aan hun BIM-modellen, maar dat het toevoegen ervan gewoon heel lastig is door de bestandsformaten vaak. Dat is juist. Ja. En Anne, voor welke organisatie werk jij? Cubus. Dus we hebben Archicad. Ja. Nou, dank voor deze toevoeging. Zijn er nog meer vragen of opmerkingen? Ik zou wel verwachten dat er iemand over luchtfoto's in scanformaat. Niemand?
Gewoon gesneden koek, Hans, begrijp ik. Ja, blijkbaar. Maar ja, we hebben het uitgelegd in die kenniskaart, dus je kind kan er vast doen. Ja. Nou, misschien goed, Freek. Je ging vrij snel ook over het vervolg heen van dit wat jullie nu hebben samengesteld en waar je nog mee door wil gaan. Misschien kun je daar nog iets van een toelichting op geven. Wat is nou precies dat vervolg, zoals het ook in de DigiDeal tot stand zou moeten komen? Ja, nou goed, het is niet precies mijn zeg maar project. Maar zeg maar, in die DigiDeal gaat het er daadwerkelijk om dat je bij wijze van spreken de uitwisselformaten, dus standaardisatie die daar plaatsvindt binnen IFC, dichter bij de CityGML brengt. En dus dat je eerder en makkelijker in staat bent om dat soort data uit te wisselen. En dan ook weer helemaal eens met Hein, gaat het natuurlijk ook heel erg om van, ja, op welke manier filter je dat, klassificeer je dat, maak je dingen duidelijk wat dingen betekenen. Hè? Dus dat is een heel werkveld op zich. Het gaat natuurlijk op zich niet alleen maar om de geometrie. Maar dat is een digideal die volgens mij in voorbereiding is en waar aan gewerkt wordt. Dus nog in de kwartiermaakstadium. Ja. Dus dat is nog nog niet in kan en kruiken. Maar het is wel de richting om, zeg maar, waar de problemen die we hebben zijn tegengekomen en waar we ook net van hoorden. Hoe kan je die geodata dichter bij de BIM-ontwerper brengen? Maar ook omgekeerd, hè, hoe kan, als je een gemeente bent, je krijgt BIM-modellen, hoe krijg je die dan in je, zeg maar, objectenbeheer ingelezen? Ja. Dankjewel, Volgens mij zit Hans. Sorry. Volgens mij zit de schrijver van dat voorstel ook nog in deze sessie, Jantien. Of misschien kan dat iets de status van die indiening misschien toelichten. Ja, dat klopt. Eigenlijk het doel van de DigiDeal is om alle initiatieven die hiermee bezig zijn, ook wat er in dit project is gedaan, om te zorgen dat het allemaal verankerd wordt en dat bij elkaar komt. En ook dat er vanuit daar richtlijnen worden geschreven en standaarden worden gedefinieerd, zodat we, ja, met z'n allen, zeg maar, eenzelfde workflow hebben. Dus het is vooral bedoeld om alles wat er al is aan mogelijkheden, om dat bij elkaar te brengen en te zorgen dat het niet alleen maar binnen één project werkt of binnen één software, maar ook voor de toekomst. En ja, het is dus niet alleen de bedoeling dat we aan die technische oplossingen aan zich werken, maar ook dat we kijken naar use cases vanuit de praktijk. Dus dat we ook echt ja, proberen te begrijpen van waar liggen nou waar ligt de meerwaarde? Want ja, zoals net ook aan het begin werd aangegeven, je hebt een gouden kalf, wat iedereen aanbidt. Maar uiteindelijk, om het in de praktijk te laten landen, moeten we ook echt kijken waar het geld oplevert en waar het niet de werkprocessen gecompliceerder maken. En hoe dat dan het beste kan werken. En ja, het onderliggende project waar het onder hangt is het DMI-voorstel, dus het Nationaal Groeifondsvoorstel, wat als doel heeft om het hele proces van plan tot realisatie, dus tot bouwen, te versnellen. En daar komen he in dat hele proces komt heel vaak de conversie van BIM naar Geo kijken. Het idee is om dat veel soepeler op elkaar te laten aansluiten. Ja, om dus het hele proces te kunnen versnellen. En ja, ik denk dat het ook heel erg goed is dat DigiGo erin zit. Of misschien, volgens mij zou het denk ik nog beter zijn als DigiGo het zou trekken. Het is natuurlijk ook heel fijn dat Geonovum erin zit. We hebben twee standaardisatieorganisaties in Nederland betrokken. Maar ook die beide organisaties die participeren ook in de wereldwijde organisaties. De standaardisatieorganisaties Building Smart en OGC, die zijn ook bezig samen om, ja, of die hebben een roadmap geschreven om deze werelden bij elkaar te brengen. En daar ja, zijn wij als Nederland ook een hele mooie use case in. Dus daar probeer ik ook te kijken hoe we daarmee samen kunnen optrekken, zodat niet alleen, ja, dat we in Nederland een oplossing hebben, maar dat die ook aanhaakt bij internationale standaardisatieontwikkelingen. Ja, dankjewel, Jantien. En eigenlijk zijn er verschillende digideals in de maak die hier
raakvlakken mee hebben. Ik zie dat Radboud ook nog even attendeerde op het belang van een goede aansluiting bij Building Smart. En daarbij ook het thema automatische vergunningschecks benoemd. Ook voor dat onderwerp is er een digideal in de maak. En ja, ik zie dus dat we dit onderwerp op allerlei manieren terug gaan zien. En dat DigiGo daar zeker ook een actieve rol in gaat pakken. Misschien, Pieter, mag ik jou nog even het slotwoord geven als je nog aanwezig bent over wat we kunnen verwachten van die digideals. Ja, ik ben er. Ik zit met interesse te luisteren ook naar Jantien. Jantien, als aanvulling, ook wij zijn vanuit DigiGo betrokken bij bijvoorbeeld via TKI, bij die zoektocht naar hoe we de toekomstbestendig bouwen, hè, toekomstbestendige leefomgeving, hoe we daar een rol in kunnen gaan spelen met het nationaal, vanuit die Nationaal Groeifonds gelden. Dus daar zijn wij in betrokken op twee manieren. Ze hebben DigiGo gevraagd om te kijken hoe wij op het gebied van informatie een rol kunnen spelen en ook hoe we tools in kunnen zetten om die digitalisering, standaardisering in die grote, het zijn grootschalige projecten, een rol te kunnen geven. Nou, hier voel je al dat we heel dicht bij elkaar zitten. Daar gaan digital twins, digitale vergunningverlening, gaan ook zeker een rol spelen. We hebben twee belangrijke digideals op het moment die ook op ons congres, Martijn noemde het al, op 15 november aan de orde gaan komen in de open space die we gaan organiseren. Eén is het wat breder over GeoBIM, Digital Twin. En de andere is heel specifiek gericht op de versnelling van het vergunningsverleningsproces, waarbij we BIM-informatie aan de geo-informatie van een vergunningsverlening gaan hangen. Dus eigenlijk is dat DSGO meets DSO. En dat zou een hele interessante kunnen zijn. Ik moet kort zijn, Martijn. Dit is even heel kort door de bocht. Ik verwacht jullie natuurlijk 15 november, maar dat wil jij al gaan zeggen. Dankjewel, Pieter. En daarmee hebben wij het uur gevuld en moeten we hier stoppen. Ik nodig iedereen uit om dit vooral te blijven volgen en een bijdrage te leveren. En heel graag tot ziens op de volgende Online Friday, aan het einde van de volgende maand of anders halverwege november in Rotterdam op onze D-Days. Tot ziens allemaal. Dankjewel.